avond is van het Wilde Westen hier in de studio. Sterker nog, ze zijn allemaal uitgelopen. Oh. Zelfs Ilias van de Beat is hier. Ach, Ilias van de Beat. Ik sta net aan Boas te denken. Ilias op de Beat is natuurlijk. Ja, voor ons ben je zo ongeveer het meest bekende vanwege altijd natuurlijk die tag aan het begin. Ilias op de Beat. Dan staat er, ja. Oh, zelfs Ilias komt bij gezellig. Ja, de tag is nu wel herkenbaar inderdaad. Ilias op de Beat. Afgelopen donderdag hadden we het al even over jullie. En dan met name over Moola B. Want ik had Sef hier zitten. En Sef die moest een keuze maken. En dat ging als volgt. Wie zou je kiezen? Boef? Zou je kunnen kiezen? Keuze maken uit Boef. En dat moet dan versus hele andere kant van het spectrum. Het Wilde Westen. Hey, Wilde Westen. Waarom? Ik vind Boef heel vet, maar ik ben crazy fan van Wilde Westen. Met name van Moola B. Ja? En Robby. Maar ik vind Louis Vos ook keihard. Ja, ik vind het gewoon vet. Ik vind het echt heel vet. Maandag is de hele Wilde Westen gang hier in de studio. Ik wil heel graag een nummer met Moola B opnemen, zeg maar, tegen hem. Ja, zal ik dat maandag vragen? Lijkt me echt vet, ja. En, als hij het niet wil, moet hij het ook zeggen, maar ik vind hem echt sick. Nou, meester Plusser, kom maar door. Ja, we kunnen kijken wat de opties zijn. Laat de fans beslissen. Maar ik vind Sef ook gruwelijk, man. Ik zeg eerlijk. Van die pokus van hem met... hoe heet die groep van hun ook weer? Flinke Namen. Flinke Namen, juist. Ja, man. Oké, dus er zou wel eventueel wat... Ja, zou kunnen. Zeker. Hallo, man. Link up, man. Sef. Hier, hoor of lekker politiek, zei hij hier, zeg. Ja. Jongens, jullie hebben de eerste gouden plaat binnen... voor echt de ultieme club Rammer Challas met Busy. Die klinkt alweer als volgt. Challas, Challas, Challas. Ik kom dichterbij, ik kom dichterbij. Waar hangt die gouden plaat, jongens? Ja, we hebben verschillende gekregen. Iedereen heeft zijn eigen gouden plaat. Nou, dus, vertel maar, we hebben het laten. In mijn kamer, op de muur. Mijn hangt ook op de muur. Bij mama. Echt waar, bij mama? Ja. Die wou hem gewoon hebben, dan hier ermee? Ja, bij mij wordt veel ingebroken in de buurt, dus... vertrouwde hem niet bij mij thuis. Ik laat hem liever daar. Is die echt goud dan, die... Nee. Nee, dat kan je er helaas ook afkrabben. Ik denk het niet. Dat zou ik gelijk verkopen. Hé, Moola B, je zit bij het managementkantoor waar Ali B natuurlijk de koning is. Pek, zouden jullie ook wel zulke hip-hop echt supersterren willen worden? Zoals Ronnie Flex en Boef nu ook is? Het is niet mijn doel om een superster te worden. Het is meer om gewoon muziek te maken. En wat daarbij komt, komt erbij. Ik zag je al zeggen in het interview op 3 voor 12... dat je zei van, straks worden we te mainstream. Ja. Je zit op 3FM, man. Ja, is raar, hè? Ik moet er ook aan wennen, maar ja... Het was nooit mijn bedoeling om mainstream te worden, eigenlijk. Eigenlijk niet. Wat was wel de bedoeling? De bedoeling voor mij was dat ik gewoon echt goede muziek zou maken... waar ik van hou en dat altijd blijven doen... En niet veranderen voor niemand, eigenlijk. En tot nu toe tevreden? Ja, wel. Maar ik had nooit verwacht dat het zo ver zou komen. Hij gaat hard ineens, hè? Ja, het is best wel expliciet wat ik rap. En apart. Het is niet net als iedereen. Dus ik dacht niet dat iedereen het leuk zou vinden. Maar blijkbaar krijg ik veel liefde. Hoe kijken jullie er tegenaan, jongens? Echt super groot worden? Nou, van mij hoeft het niet... zeg maar, je hebt een paar namen net genoemd. Zeg maar, ik hoef niet zo groot te worden, maar ik wil wel gewoon de fans die we hebben. Ja. Gewoon geven wat we altijd hebben gegeven. En wat hij zegt, veel geld verdienen. Uiteindelijk gelukkiger van worden, toch? Ja, dat denk ik ook, man. Gewoon lekker muziek maken. Ik denk dat dat bij ons altijd het belangrijkste is geweest. Ik heb een mini-spelletje voor jullie. Het zijn lastige keuzes. Ik laat 2 dingen horen, net als Sef kreeg vorige week. Mm-hmm. Of jullie even willen kiezen. De keuze is uit. Kalash, Criminel, featuring Karius en Naret Dukeur. Ik wil weten wat vetter is. Deze track? Of toch Migos en Bad & Bougie? Nee. Track 1. Ja? Track 1. Voor mij in ieder geval. Voor mij 2, man. Ja? Ja? Nee, niet voor mij. Hele moeilijke zit, hoor. Ja, toch? Wow. Kijk, Bad & Bougie is wel lid voor de club.
Maar ik denk wel dat... Kijk, Kalash ja. is sowieso mijn mattie, maar ik kapot. Zou ook voor twee gaan. Ja, vertel eens. Boezie is gewoon echt een goede pokoe, man. Je moet die even voorstellen aan iedereen in Nederland, die Kalash. Wie of wat is dat en waarom is hij zo tof? Omdat hij Congo is, sowieso. en Kalash, ja, hij is rauw. Hij houdt het ook bij zichzelf, weet je. En dat vind ik daar ook wel van. Ik heb nog... Migos ook. Ja, eigenlijk ook wel, klopt. Migos, ja, ook wel. Nou, hebben jullie Migos toevallig bij Jimmy Fallon gezien? Dan moesten ze... Met die bontjassen, toch? In de sneeuw, toch? Ja. Toch? Ja, dat heb ik gezien. Ja, zo wiel vond ik dan ook weer niet, hoor. Jawel, dat was dom, joh. Oh ja, oké, dan. Daar hou ik wel van. Ik heb nog één zo'n keuze, jongens. Met wie zouden jullie liever een track willen maken? Is dat met... Boef? Waarom stress je mij Azina? Ronnie Flex, dat is de andere kant van de keuze. Boef of Ronnie Flex, met wie zou je dan het eerst een track maken? Ik kan met Boef. Ja, vertel, waarom? Ik vind Boef wel dom. Ja man, Boef gaat hard, gaat lekker. Moele B kiest Boef, maar hoe zit het met jullie jongens? King Size, kom eens op. Ik vind Boef wel tof, maar ik zou toch kiezen dan voor Ronnie Flex. Ik ken hem lang, je weet toch? Hij is mijn boy, ik heb met hem in de klas gezeten op de popacademie. Oh, dus, serieus? Ja, man, ik ken hem lang. Je weet toch, en deed dus, hij wel zijn best op school? Nee, we werden geschorst. Eerste dag van school werden we geschorst. Ja. Eerste dag, serieus? Ja, eerste dag. Oh, man. Realness. Ik wist dit niet van Ronnie Flex, hoor. Serieus, je vertelt hier wel even wat nieuws, hoor. Ja, sorry, Ronnie. Je weet toch, maar... Oké, ja, zo ging het. Voordat jullie weer gaan spelen hier in Sessie op 3FM... Nog één keuze. Als je nou moet kiezen tussen koffie en rijst, ketchup, mayo of tussen Rico en Stix, wat wordt het dan? Rico en Stix. Ja, dat wou ik ook wel, zou ik ook wel zeggen. Ik lust eigenlijk geen eens koffie. Nee! Nee. Jongens, ga vast naar hiernaast.